De bedoeling hiervan is om de studenten of de aankomende studenten van de hogere onderwijsinstellingen die mogelijkerwijs hier hun onderkomen zouden willen hebben, van informatie te kunnen voorzien en ook de mogelijkheid te bieden om inderdaad van tevoren de plek te kunnen bezichtigen en een goede keuze te maken. Ik vind het heel goed georganiseerd. Ik bedoel, er zijn een heleboel scholen. En we kunnen dan zo makkelijker onze keuze maken van waarin ben ik goed of waarin ben ik geïnteresseerd. En dan kunnen we aan de hand daarvan het komend collegejaar bepalen. En ik moet nu al een goed beeld hebben van wat ik wil doen. Dus ik denk later op de dag zal ik een besluit kunnen maken. Ja. Het overgrote deel van de hbo-instellingen participeren wel, omdat het natuurlijk ook de bedoeling was om naast informatie over de Student Housing Campus Village ook informatie te geven over mogelijke opleidingen die de studenten kunnen doen. Omdat het natuurlijk samen gaat met elkaar studeren aan een hogere onderwijsinstelling en je verblijf hebben bij de Student Housing Campus Village. Sinds ik op school zit, zei ik aan mezelf van wanneer ik klaar ben met de middelbare school moet ik weten wat ik ga doen met mijn leven. Het heeft wel een beetje lang geduurd, ik ga niet jokken, maar ik dacht van om een beter beeld te hebben wat ik wil doen, dan dacht ik van nee, ik heb toch niets te doen, dan kom ik naar de open dag en ik heb toch wel genoeg informatie kunnen krijgen hoor, ik mag niet klagen. Nou, het ziet er heel leuk uit, het is ordelijk, het is niet te druk en je krijgt genoeg informatie, alles wat je nodig hebt is er wel, alle vragen worden beantwoord. Wat ik wil doen is bedrijfseconomie. Ik kijk nu naar UNASAD of ABC. Ik hou van economie, ik hou van cijfers. Ik heb het eigenlijk van mijn moeder. Dus ik dacht van nou, ik ga me richten op bedrijfseconomie en FAR of UNASAD. Natuurlijk, wanneer je bij ons blijft, is het de bedoeling dat je zo goed mogelijk kan concentreren op je studie. En wat is een betere manier dan een weloverwogen keuze maken voor en je studie en je verblijfsplaats gedurende die studie? Ik ga ervan uit dat dit niet de eerste en laatste open dag is van de campus. Sowieso, dit is de eerste open dag van de campus, maar het is sowieso niet de laatste. Het is de bedoeling dat het sowieso jaarlijks terug zal keren, hoogstwaarschijnlijk ook iets eerder de komende jaren. En dan zullen we kijken of we tussendoor toch wel een open dag moeten hebben voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben gehad om inderdaad hier te komen bezichtigen en een keuze te maken over hun intrek. Allereerst moet ik zeggen, ik ben aangenaam verrast met de hoeveelheid studenten die zijn gekomen. Het liep zo net even storm. Ik kon niet iedereen tegelijkertijd te woord staan. Maar ik vind het een heel goed initiatief. Sommige studenten zijn nog zoekende. Dus als ze de informatie hier kunnen vinden en een concreet besluit kunnen nemen, natuurlijk is het. Ik vind het geweldig. Ik vind het heel belangrijk als docent ook. Geef ik ook van de ouders zijn een heel belangrijke schakel. Je laat niet alles over aan docenten alleen of op de school alleen, maar dat de ouders heel veel mee participeren. Zo kan je helpen en push geven dat ze echt een goede toekomst tegemoet gaat en hebben ze meer zekerheid. En als docent zou ik ouders oproepen om meer te participeren. Ik weet dat het heel moeilijk is met de economische situatie, dat mensen hebben meerdere banen. Maar je moet de tijd, je moet offeren als je wat eruit wil halen. En samen met je kind en je student thuis en op school, de docenten en ouders, als je een heel goede samenwerking hebt, dan komt het heel goed. Je moet niet twijfelen. Hoe lang het ook duurt, hoe oud je ook bent, je bent nooit te oud om te studeren. Ik ben 22, ik moest eigenlijk al lang van de middelbare school zijn, maar ik heb nooit opgegeven. Ik heb gezegd, nou, één van deze dagen ga ik het halen en ik heb het gehaald. Dus kom er naartoe, je hebt dromen, ga er achterna. Ook al ben je 30 jaar, kom er naartoe. Je moet je niet schamen. Studeren heeft geen leeftijd, kom er naartoe en je dromen gaan vervullen, zeker. Een heleboel van de nieuwe aanmeldingen die we ook hebben gehad is gegaan van bestaande inwoners die vrienden of collega's, studenten hebben geïnteresseerd om inderdaad hier intrek te nemen. Omdat het voor gemak dient, je bent in een veilige, rustige omgeving waar je alle faciliteiten hebt om optimaal te kunnen studeren.
U bent tevreden met de opkomst tijdens deze open dag? Ja, sowieso. Het voldoet buiten de verwachtingen. Het is de eerste open dag. Met minimale middelen waarover we beschikken, hebben we iets goeds kunnen neerzetten. En natuurlijk met de samenwerking ook van de hoger onderwijsinstellingen. En ik denk dat dit zeker een voorbeeld is van wat er kan gebeuren met minimale middelen, maar met een goede samenwerking tussen alle partijen. Thank you. Dank u wel. Yes.